Nee, maar dat is goed dat je zeg de dames en heren. Dames en heren, goedenavond. Ik zou het al zo zeggen, maar een beetje... Ja. Een beetje als, dames en heren, een goede avond. Als een beetje gelijk een ja, juist. Of we kunnen ook gewoon nu al gewoon zo beginnen. Ah, ja, zo, we zijn begonnen. We kunnen zo ook beginnen. Ik zou toch nog beginnen met een goede avond als je zo van indrukken komt. Zodat er toch, ja. Plak het er toch bij. Oké, okay, discussie allee. Afgesloten. Oké, okay, kut. 1, 2, 3, kut. En actie. Dames en heren, welkom bij de vierde race in de Classic DTM League van DC Sim Racing. Vandaag race in... mijn naam is Enzo, naast mij Jonas. Dag Jonas. Yo. Goedenavond. Vanavond race in Dubai, de Dubai Autodrome. We gaan naar de variant het clubcircuit. Er zijn drie verschillende circuits mogelijk op het circuit. Er zijn vier varianten. Mm-hmm. Wij gaan vandaag kijken naar de race op het clubcircuit. Kortste? Ja, ik denk kortste variant mogelijk. Mm. Zelfs in zijn toertjes van 2,5 kilometer, denk ik. En daar gaan we vandaag 18 ronden op rijden. Daarjuist hebben we de kwalificatie gehad. En toch zijn daar enkele verrassingen. Als we een keer kijken, de top 3 zit op... Ik denk 0,4 seconden. Mooi. Nee, zelfs minder. 0,2 seconden, top 3. Dus ja. Nummer 1 is P3 Mat. 104,8. Toch onder de 1,5 gedoken. Ja, heel snel. Dan Jelle Ooms op 1,05,05. En Plompzakke op 1.05.07. Dus, dat scheelt hem haar. Hè. Maar Plompzakke die start wel op pas 2, denk ik. Hè? Want ja, Ooms heeft zich een gridpenalty opgelopen. We weten niet exact wat er gebeurd is. Vermoedelijk pit iets te snel door de pit gegaan of over de mm-hmm. witte lijn gereden. En dan de rest en zo, zeg maar. Vierde plaats dan Hoontje. Toch, ja. Is de vorige drie races op de vierde plaats gefinished. Gaat er vandaag weer op de vierde plaats starten? Benieuwd. Laksapioen ging normaal gezien op de vijfde plaats starten, gaat vandaag op de zesde plaats starten, want heeft ook een gridpenalty gekregen. En Davy Zout komt daarmee op de vijfde plaats. Saladinson kort daarachter, samen met DJ Cross, R-Styles Geleen en Neonostra. En toch wel top 10 vandaag op minder dan 2 seconden. 2 seconden, dat is ook wel iets wat vermelden waard is. Hè. Ja. Dan hebben we nog op plaats 11 Big Jeff, 12 Sven en Noaim met de Audi op de 13e plaats. Ga vandaag laatste starten. Er is iemand die zelf niet aan de start komt. Zout, dat is Zout 101. Probleem met de elektronica had ik gehoord. Ja, niet kunnen starten. Helaas. Jammer, want toch ook met de Sierra altijd wel een mooie deel op het veld. Oké, maar kunnen we naar de start gaan kijken. Hè? Perfect. Ik denk dat we hier meekijken met Plompzakje. Dan zijn we weg. Iedereen goed vertrokken, denk ik. Voorlopig wel. Toch snelle start van P3 Mat. Ja, inderdaad. Wat daar mooi. Pole position. Niet benieuwd wat er in de eerste bocht gaat gebeuren. Voorlopig is iedereen goed weg. Ja, blijft clean. Derde plaats. Wie gaat daar eventjes... Jelle Ooms, volgens mij, wordt daar door Danootje al voorbij gestoken. Dan misschien een keer... Direct op de eerste plaats. Plompzakje direct aandringt bij P3 Mat. Oh, klein stuurfoutje. Maar iedereen goed vertrokken, denk ik. Zijn er incidenten? Ik denk het niet. Ja, de eerste twee zijn wel goed vertrokken. Maar... Ja, Jelle Ooms, 1 seconde, dan Noontje. Is er veel gebeurd bij de start?
DJ Cross dat... zit nu al op een 13e plaats. En R-Styles Geleen heeft ook een mooie start gemaakt. Gebeurd, ja. Is, ja, DJ Cross die heeft een klein ongelukje gehad. Dat kunnen we hier zien. Oh, oké, okay, we kijken even mee. We kijken even... ja, hij zit hier heel dicht op die voor hem. Oh, ja, daar onder druk gezet. Tikske. Chicane. Oeh, ja, kan... controle kwijt. Dus dat was al aan R-Styles Geleen dat hij tik gaf. Ik denk dat hij er nog goed mee wegkomt, maar de DJ Cross laatste plaats en kan beginnen aan een inhaalrace. Inderdaad. DJ Cross, die... Oeh, wat gaat er gebeuren daar allemaal? Voorlaatst een bocht, Dina Neo Nostra daar in een decor. Ja, die wist niet goed waar dat hij naartoe wou, denk ik. Ja, DJ Cross daarna zijn een crash. Ik denk nu achter No Aim en Sven. Komt daar wel heel dicht. Wordt onder de close. Terwijl dat No Aim ook voorbij Sven probeert te geraken, denk ik toch power weer van de Sierra. Kijk eens aan. Alle drie mooi naast elkaar. Drie breed. DJ Cross binnenkant bocht. Gaat Sven laat nog wat plaats, ook heel mooi. Hij is er voorbij, mooi. Ja, ja, knap. Zeer knap manoeuvre. Naar de hoeveelste plaats? Tiende plaats? Tiende plaats, ja. Twee plaatsen opgeschoven, mooi. Ja. Goed gedaan. Toch heeft dat precies geen schade overgehouden aan, de, aan die crash van daar juist. Hopelijk is dat ook zo bij R-Styles Geleen. Dus op de eerste plaats P3 Mat nog steeds en voor de eerste en Pol toch goed plompzakje op minder dan een seconde. Jelle Ooms. En Danoontje op plaats 3 en 4. Terwijl we hier toch wel een mooi gevecht zien tussen Davy Zout in de Sierra en R-Styles Geleen, die mooi op verdediging speelt. Ja. Dat kan daar nog een mooie actie worden volgens mij. Even kijken. Ja, hier zien we duidelijk dat de Sierra de power van de turbo gaat... Benieuwd wat hier aan het uitkomen. Oeh, hij is er voorbij! Hij is er voorbij. Terecht stuk. Ja, geen schijn van kans om je daarop te verdedigen. Nee. Op die moment. Ja, dan ben je toch benieuwd dat hij straks toch nog dichterbij kan blijven. Die gaat daar zeker nog proberen achteraan gaan. Ja, zien we vooraan toch nog altijd dat verschil heel klein blijft tussen P3 en P3 Mat en Plompzakje. Inderdaad, 0,2 seconden. Dus... Algemeen blijft het wel vrij dicht bij elkaar. Ja. Toch ja, goed, geen grote incidenten hè, bij de start. Ja, buiten dat verhaal van DJ Cross. Dat is toch knappe tijden hoor. P3 Mat gaat nu 1.55. Net gevolgd door Plompzakje die eigenlijk gelijkaardige tijden neerzet. Want dat zijn toch bijna de tijden van de kwalificatie. Toch ja. Al 300 ver. Ik denk dat de linkse voorband toch wel, het is hier om en bij de 30 graden. Het blijft hier eigenlijk heel warm, omdat de temperatuur, denk ook wel. Ja. Het circuit maakt ook nog een keer dat de temperatuur enorm hoog oploopt in die banden. Inderdaad, de top 4 zit daar uiteindelijk nog altijd op een goede 3 seconden. Daan Hoontje in achtervolging op Jelle Ooms en Jelle Ooms op 2 seconden van Plompzakje, die op zijn beurt op een halve seconde zit. Dus, ja. Gaat nog spannend worden. Top 5 op 5 seconden, laat het zo zeggen. Ja, om die nu een klein foutje maakt, misschien daarom dat Noontje toch weer nog iets dichter. Maar kijk daar vooraan, P3 Mat, Plompzakje, heel dicht bij elkaar. Ik zie dat verschil 3/10. Ja. Voilà, kan misschien Plompzakje hier eens doen aan het einde van het lange stuk. Ja, R-Styles Geleen toch eigenlijk weer een mooie start genomen. Hij is begonnen op de 9e plaats, zit nu op de 7e plaats met de BMW. Ja, even gemakkelijk. We hebben het wel gisteren gezien, ook in de kwalificatie, toch wel heel veel, ja, weer al die boven, veel korte, snelle bochten, waarbij die tractie van die vierwielaanderij van die Audi toch wel weer wat dominanter is. Dat was vorige keer wat minder toen Sierra heel sterk was. Ja, ook interessant nu, bijvoorbeeld het verschil tussen BMW en Sierra, die eigenlijk dicht op elkaar rijden qua rondetijden. Ja. Dus Davy en R-Styles Geleen 1.06.5, 1.06.8, maar toch twee totaal verschillende wagens. Hè. Ja. Inderdaad. Mogen. En wat ik ook denk, we hebben dat er juist voor de race al eens tegen elkaar gezegd van dat het wel ook frappant is dat iedereen er eigenlijk zo wat zijn eigen lijnen rijdt. Hè? Ja. Heb je toch al gezien? Ik weet niet wat aan dit circuit ligt, maar inderdaad, verschillende manieren om bepaalde bochten te nemen. Ik denk vooral de voorlaatste. Dubbele rechtse en dan hier ook. Beetje het balans zoeken tussen sliden, driften en stabiele, clean lijn. Maar zeker in die snelle links-rechts, daar halverwege, is het zeer spannend.
Inderdaad. Maar hier toch ook om ontspannend gesproken, hier vooraan blijft toch minder dan een seconde. Ja. Ik ben benieuwd of dat plompzakje straks nog een ding gaat krijgen. Vorige keer ook goed resultaat. P3 Mat altijd vooraan te vinden. Het gaat nog spannend worden. Derde plaats ook niet ver weg. Hè. Als je dat beeld ja, ziet, één foutje en... Dat is Jelle Ooms. Ze zijn er terug bij. Inderdaad. Ja, inderdaad, 3 seconden. Toch knap hoor. Loos. En Daan Hoontje, 4 seconden. Niet slecht. Terwijl, wie hebben we er nog? Laksapioen, ook een zeer mooie vijfde plaats. Ja. 8 seconden. We zien dat DJ Cross nu toch wel een groter gat laat vallen na Big Jeff. Hij zit nu toch wel op 5 seconden. Ik vraag me af of daar ook nog iets gebeurd is. En hier komt Arsthuis geleden toch wel behoorlijk dichter. Dus op halve seconde. Oh, oh, oh. Naast elkaar. Oh. Ja, ze voorbij, ze voorbij. Mooi duel. Ja, dan gaat hij nu de laatste bocht. Binnenkant, Arsthuis erin, mooi verdedigd. Ja, en dan nu. Contact, denk ik. Maar dan nu is het puur op de power. Dus Arsthuis geleden ligt op kop. Hij is er wel voor hoor, nu is er wel voor. Oh, verdedigende lijn. Spannend, nek aan nek. Ja, de Sierra puro power. En wie komt daarachter? Die komt toch nog mooi uit. Mooi. Oh, binnenkant bocht. Kom aan, nog een laatste actie. Saladinson. Die erachter zat. Ah, Saladinson, ja. Die heeft wel kunnen profiteren van het gevecht. Nee, toch, ja. Davy zou hier toch verdedigende lijn moeten ingooien om Arsthuis Glien hier af te houden. Die gaan hier ook nog eventjes met elkaar nek aan nek volgende bochten door. Ja. Vooraan toch nog steeds het verschil minder dan een seconde. P3 Mat, plompzakje. Dat is een snelle tijd hoor. Al meermaals 1.5 gezien, 1.53 is knap. Die twee rijden hun eigen race, dus... Ja. Ja, maar ook weinig voorbijsteekpunten. Om dat probleem is als je gooit in een bocht en het mislukt, kun je rap halve seconde verliezen. Ja. En dan zeker ook Slipstream niet onderschatten. Ja. Plompzakje zit toch al de volledige race achter P3 Mat. Dus op elk rechtstuk kan hij gewoon profiteren van de draft. Maar, ja, het lijkt me ook wel, omdat het juist over de banden gaat, lijkt wel dat die problemen vandaag wat minder zijn. Ik ben toch benieuwd straks, verschillende teams toch over horen klagen, dat echt... Ja, over verhitting, maar... Het zijn toch knappe tijden, hè. Je ziet eigenlijk bij iedereen vrij constant. Maar qualifying tijden. Was 1-4-3, denk ik. 1-4-8, nou inderdaad. Ja. Dus dat zijn mooie racetijden. Ja, zeker. In de hitte van Abu Dhabi. Misschien moeten we... Hier, dat is dat plomzakje. Hier wordt het spannend. Ja. Ik denk dat Plompzakje zijn moment heeft gekozen om vol in de aanval te gaan op P3 Mat. Okay. Fantastisch. Hier gaat het ervoor, gaat het ervoor. En naast elkaar. Hij gaat toch later remmen. Gaat er later remmen. Een tikje. Kleine tik, ja. En hij komt ermee weg. Is er voorbij, zijn. Hij is er voorbij. Ja. Spannend. Dan gaat P3 Mat... Hij gaat toch een verdedigende lijn direct. P3 Mat gaat hij die bal direct lossen, denk ik. Nee, hier zie je toch de volgende bocht. Gaat hij er weer... Hoe gaat hij er direct naast komen? Binnenkant! Oeh, lala. Vlam. Ja, Plompzakje blijft hier voor. Maar moet wel echt verdedigende lijn blijven aannemen. Ja, ook iets te vroeger hebben daar. En hier komt er toch weer naast, hoor. Gaat nu misschien beter uitkomen, P3 Mat. Ja, P3 Mat geeft al sinds niet op. Zit nu al een volledige ronde ja, te zoeken naar komt daardoor ook wel weer wat dichter. Ben benieuwd. De gelijkaardige tijden. Nu iets traag als ze met elkaar eigenlijk in duel zitten. Benieuwd of dat P3 Mat nu aan het einde van het lange stuk hier toch iets gaat mee kunnen doen. Gaat hij hem nu naast zetten? Hij zit aan de binnenkant, P3 Mat. Dan gaat hij. Het meeste lef. Ja, daar aan de binnenkant laat toch een mooi plaats op Plompzakje. Komt ernaast. Zij. Is er weer contact? Ik heb het niet goed gezien. Toch vrij clean, denk ik. Ja,
niet te agressief. Heel knap in Lamanoeuvre, heel knap in Lamanoeuvre. Van de leider trouwens, mooi, de kampioenschap. Mooi, mooi. Ja. Knap gedaan. Oh, wat plompzakje probeert daar toch nog. Dan wordt hij nog leuk hoor. Oh, en daar zien we dan Trafiek, de eerste dubbelaar, denk ik. Gedubbelde. Dubbelaar, sorry. Dat is... Is dat Sven? Ja, dat zal Sven zijn. Dat zal Sven zijn, ja. Misschien Sven ook wel pech gehad. 308. Ja, die rijdt rondes van 1.09. Zo gaat het snel. Na 10 ronden heb je al rap... Kijk, Pedri Mat met zijn varen doen. Met zijn kop, met zijn grootlicht. Ja, ik zag er toch naast komen. Ziet meteen nog eens zijn moment. Oeh, en ja, te traag de bocht uit. Ja. Uitkomende snelheid. Nee. En nu gaan we zien wat dan, ik denk, Sven doet. Daarachter gaat, ook nog een interessant duel te zien, blijkbaar, tussen Danoontje en Jelle Ooms. Er zitten ook echt niks van elkaar. Amai, dan zie je daar nog... Ik denk dat Sven daar uit de kant, uit de weg gegaan is. Ah ja, voor, om dingen te laten passeren. Hè. Blijft er nog... Oh, is dat Sven wat? Oh, Sven ja, staat, die staat daar gekeerd. Daar moet iets verschrikkelijks gebeurd zijn. En Danoontje en Jelle Ooms dicht op elkaar. Ik ben echt benieuwd wat die nog dichter tegen elkaar gaan komen. Dat plompzakje blijft daar toch 0,4. Verschil. 0,4. Pedri Mat die toch weer aan de leiding staat. Nog spannend worden. Hier voor het lange rechtstuk. Staat dat dicht genoeg? Denk je dicht genoeg? Ja, dat je iets kunnen doen? We gaan zien. Sowieso slipstream, zeker. Dat is ook wel een parcours waar je kan terugkomen op de langere stukken. Ja. En in de bochten, afhankelijk van je rijstijl. Maar om voorbij te steken op dit stuk, zeker niet evident. We zien hier de top 4 in je beeld. Ah, rijdt de rest daar ook nog achter? Ja, top 4. Ja, er zitten er wel top 4 achter, maar... Amai. Ja, dat scheelt hem hoogstens 1,5 seconde. Ja. Amai. Kan nog spannend worden. Natuurlijk, bij een duel verlies altijd een beetje tijd. Maar nou, top 4 mooi. Top 4 binnen de 3,3 seconden. Jezus, op 5 ronden van de finish. Dus ja, na 13 ronden zien we Pedri Mat eerste plaats hier kort gevolgd. Duel dat we een tijdje aan het volgen zijn met een plompzakje. Op de derde plaats Jelle Ooms. 3 seconden volgt hij, maar hij zit bijna altijd in hetzelfde beeld dan de eerste twee. Ja. Dan Noontje weer op een vierde plaats. De vorige drie races ook op vierde plaats geëindigd. Benieuwd of hij vandaag daar ook zo doet. Ja, plus op 4 seconden na 13 ronden. Iets te straf. Laksap Joen, toch ook weer knap op de vijfde plaats. Ja. Ook een vrij constante race, denk ik. En Davy Zout, zesde plaats met de Sierra, toch niet vergeten. Heel knap. En Arsdas Green, die toch ook heel dicht zit, hoor. Amai, 0,6 seconden, dat wordt nog een mooi gevecht. Ja, inderdaad. Gaat er even pist toch naast zetten. Zesde plaats. Ja. Hier gaat hij weer terrein verliezen met... op het langere stuk. Ja. Puur door zijn lagere snelheid. Inderdaad. Ja. Maar toch de slipstream, toch. Nooit onderschatten. Toch straf om zo dicht op hem te blijven als je elke ronde hier gewoon terrein verliest. Waar hij niks aan kunt doen. Trouwens, we zijn iemand vergeten voorstellen, hè? Onze derde teamgenoot. Ja, inderdaad, Marijn. Ik dacht dat mijn moment nooit ging komen. Sorry, Dus voor de luisteraars en kijkers. Marijn zit in de regie, is onze regisseur. En we hebben besloten dat hij ook eens mag zijn zegje doen tijdens de race. Dus we zijn zeer benieuwd naar zijn inbreng. Voilà. Terwijl, zeg maar we waren daarnet nog met nog een klein het aflopen van de dingen. Ja, just. De Saad Dinson, die ook toch een heel constante race rijdt met de Mercedes. Niet gemakkelijk dit weekend. Big Jeff op de negende plaats, comfortabel. Komt ook niet direct in de buurt bij anderen. Net als DJ Cross die op 4 seconden van Big Jeff zit. 4 seconden, dat is wat ver. Benieuwd of hij nog wat dichter kan komen. Wel. Neo Nostra gaat hier ook, is dat voorbij? Werd gedubbeld, denk ik. Of werd gedubbeld, ja. En No Aim heeft toch al wat pech gehad dit weekend, denk ik. Iets moeite met de setup te vinden. Ja, ik denk zagen we in de dingen ook. Kom rijdt toch mooi, een constante race. Sven, daar is iets mee gebeurd. Sven en Zout zijn, zijn of the race. Ik heb hier wel... iets teruggevonden van wat dat afwezigheid van Sven zou kunnen verklaren. We gaan eens kijken wat daar juist is gebeurd. Dus hier gaat hij inhouden voor Plompzakje en Pedri Mat. Ja. Dat is mooi, de blauwe vlag. De snelle wagens. Ja. En dan...
hier de controle, ja, hier gaat het. Inderdaad, ja, met zijn neus in de andere richting. Ja, ja, we zaten er komt daar iemand anders af. Er komt daar, ziet aan zijn, lichte zit. Wie was dat? Dat is dat Danoontje? Nee, dat was PV. Dat was, ja, dat was Danoontje, denk ik. Oh, my. Dit school daar niks. Dat school echt niks. Jesus. Amai. Gelukkig dat dat goed afliep. Ja, dat is dan direct een verklaring wat er is gebeurd met Sven. Inderdaad, hier willen we toch nog verder kijken naar de leider. Leider nog steeds met maar 1/3 voorsprong op Lompzakje. Twee ronden van de finish. Ja, niet vergeten, Jelle Ooms. Heel knap derde plaats, hoor. Ja, volgt ook op 3 seconden. Maar ik ben benieuwd. Weer een race in de achtervolging gezeten, maar inderdaad minder dan 3 seconden. 2,4. Maar... Het wordt het moeilijk, denk ik. Nu verliest die kunnen even een beetje tijd. Boord gaan. Maar dus, ja... hier vooraan ziet het er niet echt naar uit dat er, dat er veel gaat veranderen. Misschien krijgen we Peter nog een laatste actie. Verdedigt zijn plek wel goed. Toch nog een rondje meerijden hier vooraan. Ja. Kwestie van zijn hoofd koel te houden en de race uit te rijden. Wat niet gemakkelijk is als er iemand constant achter u aan het rijden. Inderdaad, eigenlijk. Al 18 ronden... zit nu rond de 17. 17 met nummer 2 in uw spiegel. Eén foutje en... Ja, daar juist toch. Ik heb de indruk dat Plompzakje op de korte bochten dichter komt, maar dat weer terrein verliest in de iets snellere bochten. Ja, bij het uitkomen van... En toch ook inderdaad weer een andere lijn, hè. Ja, hier, hier binnenkant, goed, en hij neemt daar. En ik denk vooral op de laatste bocht dat er een groot verschil zit. We gaan dat direct zien. Het zit veel te vroeg ingesneden, denk ik. Exit-snelheid veel beter. Maar profiteren van de slipstream, dus... juist, men raakt er mee weg. Net niet genoeg. Nee, anders was het een mooi moment geweest om... Laatste ronde, even Jelle ook nog steeds. Oh, maar inderdaad, je had het op 2,2 seconden van de top. Jesus Christ. Dus een fout bij een van de eerste twee kan meteen een derde plaats betekenen in plaats van overwinning. Of, ja, en uiteindelijk, Jelle Ooms, 1:05.4 laatste ronde. Dat is inderdaad. Zeer mooie tijd. Danoontje heeft precies wel de rol een beetje moeten lossen met deze drie, maar toch. Klein foutje gemaakt misschien. Ook aan een knappe race bezig. Hè. Constant. Ja, we zitten in de laatste ronde van P3 Mat. Gaat hier nog aan de leiding komen? Kijken misschien nog eventjes. Ja. Het verschil blijft heel klein. Ik zie niet echt een plaats waar dat er voorbij... Ik denk dat de overwinning weer naar P3 Mat gaat. Fantastisch. Of nog een zeer agressief laatste moment. Nee. Ik denk dat er ook wel een verdiende winnaar is. Nee, zeker. Heel knap 17 van de 18 ronden. Daar gaat hij met zijn koplampen. Team bedankt. Audi, dab. Proficiat. Nee, knap gereden. Oh, 17 van 18 ronden omhoog. Ik denk ook, we mogen zeggen, ook een hele clean race gezien. Weinig incidenten. Toch op enkele leuke duels. Zeker. Veel coureurs die eigenlijk nek aan nek. Ja, toch, deze twee heren hier vooraan toch een paar mooie duels laten zien. We kunnen hier nog even terugkijken naar een bepaald moment. Of ook blijkbaar niet. Oké, geen probleem. Ja. Dus toch nog een... Met dit manoeuvre haalt P3 Mat de overwinning eigenlijk terug binnen, want hierna geeft hij het niet meer af. Hè. Dat is het terugclaimen van de tweede plaats. Ja. Ja. Binnenkant bocht, binnenkant. Eerste bocht. Iets meer lawaai, dat is een heel mooi... Toch wel, plaats, heel toch wel een mooie plaats gelaten, ook van Plompzakje, niet dichtgegooid. Zeker, heel sportief. Zeer strak zijn bocht genomen, echt op het randje, denk ik. Dat was het, denk ik. Ja. Ja, inderdaad. Leuke race, hè. Een nieuwe stand. In de dingen. Die komt binnenkort ook online op onze website, op ons forum. Waar jullie trouwens ook, als jullie zin gekregen hebben om bij ons te komen racen, eens mee te doen. Laat gerust iets achter bij de reacties, maar u mag ook altijd naar onze website gaan. Dus ik kan hier ook hieronder vinden. DC is simracing.nl. Oké, voilà, fantastisch. Daar naartoe.
Wil je nog meer van deze races horen, zou je zeker ook abonneren op ons kanaal. Ja. Mannen, we gaan dan binnenkort, binnen twee racen. Binnen 2 weken liever is er weer een race. Ja, daar in Nieuw-Zeeland, Roa, ja. Ik kan er niet op komen. Ik ken het parcours niet, we gaan zien. Mij onbekend, is het u bekend, Marijn? Ik heb er nog nooit niet van gehoord en ik verschiet ervan dat er in Nieuw-Zeeland gereisd kan worden. Ja, wel, maar zie je. Toch enkele rallygrootheden, maar we gaan ons informeren en we gaan zien wat dat in orde dat belangrijk komt. Is. Bedankt om te luisteren. En, tot binnen. Like en subscribe. Peace out. Peace.